Hoi allemaal en welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de thumbnail en titel ben ik er vandaag weer met een vlog. Vandaag gaan we namelijk naar Arnhem. We zijn sowieso van plan om naar de TK Maxx en de Primark te gaan voor video's. Dat is gewoon hoe het werkt. Dan gaan we er naartoe. Shop met mij filmen, misschien voor een shoplog. Moeten we even kijken of er leuke dingetjes zijn. Dat plan ik dus dan ook echt in, wat jullie dan graag willen zien. En TK Maxx en Primark zijn altijd wel samen met de Action degene die jullie het meeste aanvragen. Dus daar gaan we zo naartoe. Dus dat is heel erg fijn, want het is zondag. En in Arnhem is het dan gewoon open. Dus dat scheelt heel erg. Verder zijn we van plan om dan even tussendoor. Dus eerst naar de TK Maxx. Dan even te lunchen bij de Hema. Gewoon even leuk samen. En daarna gaan we door naar de Primark. En dit worden natuurlijk gewoon op zichzelf video's die er voor jullie... Ik weet niet of deze daarvoor online komt. Misschien wel. Dus dan komen die er heel snel aan voor jullie. Dus ik ga natuurlijk dan niet alles filmen. Maar misschien kan ik wel een paar dingetjes laten zien in de winkel. En een beetje behind the scenes. En bij de Hema natuurlijk kan ik ook even vloggen. Dat we lekker gaan eten. Dus ik ga jullie in elk geval gewoon meenemen. Een beetje behind the scenes dagje. En als ik thuis ben, dan moet ik wat gaan filmen voor een samenwerking. Dus dat kan ik dan niet filmen. Dat is een beetje het plan. Ik weet niet hoeveel ik vandaag ga filmen. Maar het wordt waarschijnlijk gewoon weer een vlog van meerdere dagen. Zoals ik vaak doe. Oh, en trouwens, kijk ook even naar mijn oorbellen. Ik ben echt verliefd. Deze zijn van Shein. Van de nieuwe zomersieraad. Deze aardbeidjes. En ze zijn helemaal van glas. Echt super cute. Ik vind ze echt heel leuk. Dus ja, in elk geval, voor de rest moet ik eigenlijk mijn haar wassen. Dus we hebben een knot in. Maar we gaan zien wat we allemaal gaan vloggen vandaag. Voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu samen naar Arnhem gaan. Nou, we zijn er. We gaan even parkeren hier zo in de Muses garage. Die zit vlakbij hobbel, bij de TK Maxx hier zo in Arnhem. Dus we gaan eerst even zo de TK Maxx in. Ga ik shop met mij filmen. En daarna gaan we lekker eten bij de Hema. Daarna naar de Primark. Dat is het plan. Ik weet niet hoeveel ik ga vloggen zoals ik al zei. Want het zal een beetje achter de schermen zijn. Omdat ik het al film voor de shop met mij video. Kaartje. Yes. Maar ik ga mijn best doen ook een beetje te vloggen af en toe. Gaat dus hier zo naar beneden uit het parkeergarage. En hier zo gelijk rechts is de TK Maxx. Dus gaan we gelijk even naar binnen. Ik heb er zin in. Het is al een tijd geleden dat we naar de TK Maxx zijn geweest. Hier zo is dus de TK Maxx. Gewoon direct om de hoek. Dus gaan we nu naar binnen. Ga ik shop met mij filmen. Dit is waarom ik dus de TK Maxx zo geweldig vind. We hebben nu allemaal... Winnie, ik kijk altijd bij de kindjes, want je weet nooit wat je tegenkomt. Hier zo van €54,99 en €29,99. Maar ze hebben ook Eeyore en Knorretje ertussen staan. Dus ze hebben ook altijd echt hele leuke dingen ertussen, als je even goed kijkt. Nou, dit is dus hoe het gaat. Ik doe het altijd bij mijn telefoon, want het gaat gewoon een stukje makkelijker en dan kost het minder opslag. En dan loop ik gewoon alles langs, breng ik het in beeld, laat ik de prijzen aan jullie zien. En daardoor nemen deze video's dus ook echt wel veel tijd in beslag. Omdat ik echt gewoon bijna alles zoveel mogelijk aan jullie wil laten zien. Dus dan als jullie een video zien van 40 minuten of een uur of zo, dan betekent het vaak dat ik een stuk langer in de winkel ook nog ben geweest. Maar we zijn nu de keukenspulletjes aan het filmen. Luc is heel snel aan het passen. Hij heeft net van Bols hebben de twee meegenomen om te passen. Die zijn wel echt heel mooi. Voor de rest nog niet heel succesvol. Heel veel past niet helaas. Nee, dat valt een beetje gek. Nee, ja, valt niet helemaal zoals je wil. Maar ze hebben hier altijd wel mooie kleding, wat Luc mooi vindt. Voor een leukere prijs. Dus nu de rode variant. Vond de zwarte mooier leuker, staan. Ja, ja. Deze is niet helemaal. De zwarte stond je leuker. Ik dacht ze wel meenemen dan. Ja? Nou, goed geslaagd bij de TK Maxx. Hebben we even naar de auto gebracht en we gaan nu naar de Hema even lekker eten samen. De Hema zit nu al een poosje hier zo, dus vlakbij de TK Maxx gewoon een stukje rechtdoor lopen. En het is een stuk groter weer geworden in Arnhem. Dus we gaan even naar boven, broodje eten of zo.
Nou, we zitten, gaan even eten. We hebben gewoon broodjes. Beetje ongemakkelijk, want het is heel druk, dus ik ga niet te lang filmen. We gaan even eten, pitstop. Ik heb mijn telefoon ook even in de powerbank. Ik krijg soms zelfs vragen van hoe ik zoveel film, vooral ook in Disney. Powerbank is dan altijd the way to go als ik veel shop met mijn films ook. Film ook. Maar we gaan nu even lekker broodje eten. Nou, we hebben weer wat brandstof voor de Primark. Dat is altijd wel de grootste uitdaging in de Primark. Die shop bij mij is filmen duurt altijd heel lang. Maar Luc gaat straks ook eventjes ergens anders verkennen. En hij gaat me een beetje helpen ook. Dat is altijd wel fijn. Dan gaat het iets makkelijker. We gaan nu richting de Primark. Het is wel heel donker nu buiten. Gaat het regenen? Ik hoop het niet. Nou ja, we gaan in elk geval richting de Primark lopen nou. En we dan. Het is echt wel goed druk op dit moment. Veel mensen zijn natuurlijk vandaag ook vrij op de zondag. Dus we gaan nu even de Primark in en ik ga daar even filmen. Nou, we zijn nu in de Primark. En dan doen we eigenlijk gewoon hetzelfde als bij de TK Maxx. Een beetje alles rustig filmen. Ik vond de kleding wel een beetje teleurstellend tot dusver. Ze hebben wat meer kleur, maar nog steeds echt bijna geen. Het is allemaal nude en beige qua de kleding. Ik vind het zo jammer. Ik had wel graag een leuk zomerjurk of zo gewild, maar ik vind ze merendeel niet echt heel erg interessant of zo. Er is in elk geval geen muziek hier, dus we kunnen wel even vloggen. Maar het is niet heel spannend om dit te vloggen terwijl ik dit vind. Maar okay, Stitch. Zo ziet het er ongeveer uit. Kijk, Stitch. Die is cute voor 3 euro. Crazy. Die is cute. Dit is roze. Heel roze. Nog steeds Rita Ora overal. Het zijn wel altijd een beetje heftige dingen, maar er zitten altijd wel leuke dingen ook tussen. We zijn goed geslaagd, hebben tassen en we gaan nu terug naar de uitgang. We zijn allebei helemaal kapot, maar voor 4 video's zo spullen meegenomen, dus dat is wel heel erg fijn. Oh nee, trouwens 5 door iets mystery wat ik had gevonden ook bij de TK Maxx, maar dat gaan jullie allemaal nog zien. Maar dit was zeer succesvol. Ga ik even stoppen met vloggen en dan kan ik de tas overnemen van Luc. Nou, we zitten. Luc zit bijna. Oh, allebei helemaal gesloten. Het was veel werk. Het was ook heel druk, moet ik zeggen. We zijn 5 uur lang hier geweest. 5 uur? Nou, moet je nagaan, jongens. 5 uur dus voor 2 video's. Dus dat is hoeveel werk daar dan in zit. Maar het was leuk om te doen. Is hier volgens mij focus die. Veel leuke nieuwe dingetjes wel gezien. En ook succesvol gefilmd. Dus high five team. Yay! En dan gaan we nu richting huis. En ik moet nog wat voor samenwerking doen. Maar eerst gaan we even lekker naar huis. En dan gelijk pyjama aan en even chill. Maar het was succesvol en dat is ook fijn. Want ik had de laatste tijd echt heel erg veel stress over video's. En we gaan binnenkort ook weg. Wat ik had gedeeld in de andere vlog. Dan heb ik weer wat video's om te filmen en te editen. Dus dat is wel heel erg nice. Dus we gaan nu weer op weg naar Renen. Goedemorgen en daar ben ik dan weer. Het is de volgende dag. Deze eerste dag in de vlog was volgens mij super chaotisch. En ik heb niet mega veel context erover gegeven volgens mij. Het was namelijk echt super last minute. Luc en ik bedachten ons van, oh, we kunnen nu, dat was eigenlijk eerst niet het geval, kunnen we zondag voor video's erop uit. Want ik had al gedeeld in andere vlogs dat ik er niet zo chill voor stond met video's voor mij. Gelukkig is dat nu helemaal opgelost, dus dat is heel erg fijn. Maar dat besloten we dus de avond van tevoren van, oh, dan kunnen we zondag naar de winkels en dingen filmen en dingen doen. En de supergoede verloofde die Luc is, was hij zo van, waarom ga je niet ook vloggen? Want dan heb je nog een video. Dus hij probeerde heel erg mee te denken, wat heel erg fijn is. Maar het is natuurlijk best wel lastig omdat ik al aan het filmen was. En trouwens, ik krijg ook heel vaak vragen van, oh, zo super lief dat Luc je helpt. Maar ook van, vindt hij dat niet leuk om te doen? Van, dat is toch stom? Nou, we maken het dan altijd een beetje leuk dat we het samen doen. En het is ook niet dat Luc de hele tijd bij mij in de winkel is. Want zoals ik al zei, bij de Primark en bij de TK Maxx heb ik heel lang gefilmd. En hij is tussendoor bijvoorbeeld naar de Intertoys gegaan. En gaat hij lekker voor zichzelf shoppen en dingetjes doen. Maar met sommige dingen is het gewoon heel erg fijn om iemand erbij te hebben. Bijvoorbeeld laatst kregen jullie een action shop met mij online. En daar waren allemaal borden in de action. En die moesten dan opgetild worden. En dan heb ik maar één hand en dat werkt dan natuurlijk niet. Dat kan ik niet filmen en tillen dan, omdat ze
ze dan verschillende designs onder elkaar hebben liggen, zeg maar. Dus in zulke gevallen is het heel erg fijn als je met z'n tweeën bent. Maar we maken het dan een beetje leuk dat hij ook andere dingen gaat doen. En dat we ook samen even lekker lunchen, zoals we hadden gedaan bij de HEMA. Dus ja, dat was de context. Een beetje chaotisch begin van de vlog, denk ik. Maar vandaag wordt een chille thuisdag. En ik ga lekker even filmen voor jullie weer. Zoals je ziet, zit ik er lekker comfy bij. Ik heb mijn vestje aan, sportkleding, sport-BH. Want ik ga vanavond sporten met mijn zus. Ik denk dat ik misschien dan wel een beetje kan vloggen met mijn mobiel. Misschien vinden jullie dat leuk, want met mijn zus samen dan kan het gewoon. Ik moet wel heel eerlijk zijn, dit is echt zo'n dag dat ik eigenlijk niet wil sporten. Ik ben echt helemaal kapot. Ik had afgelopen weekend dus ook niet vrij. Voor mij is het nu maandag, dus ik ben echt best wel heel erg moe, want ik heb de afgelopen 7 dagen gewoon elke dag gewerkt. Maar ik wil dat juist zeggen, dat is niet van, oh, ik ben zo zielig, maar dat is van, ik heb vandaag echt geen zin om te sporten. Maar dan helpt het bij mij dus heel erg dat ik dingen heb ingepland, dat ik dan de ene keer ga sporten met mijn zus. De andere keer personal training, de andere keer dansles. Dan heb je iedere keer mensen die op je staan te wachten. Dus als je zo'n dag hebt als vandaag, dat ik er eigenlijk geen zin in heb, dan ga je alsnog, omdat je met iemand hebt afgesproken. Dat helpt voor mij ontzettend. Want ook ik sport nu echt al 1,5 jaar superveel. Heb dagen dat ik er gewoon echt geen zin in heb. En dat is normaal. Maar zorg ervoor dat je dan manieren hebt van dat je toch gaat. Tuurlijk, het is ook prima als je een keertje niet gaat. Maar als je zoiets hebt van, ik kan gewoon, maar ik heb er geen zin in. Dan is het heel fijn als je een stok achter de deur hebt, zeg maar. In elk geval, genoeg geratel. Dat is het enige wat ik nog echt op de planning heb. Ik ben vanochtend heel vroeg wakker geworden. Ik heb echt geen oog dicht gedaan vannacht. En ik ben gelijk gaan editen. De Action Shop blog was goedgekeurd met samenwerking erin. Dus dat is allemaal top. Heb ik allemaal ingepland. Action Shop met mij geëdit, voiceover opgenomen. Al die dingen. Dus het is op dit moment al 3:10. Dus ik ben al de hele dag lekker aan het werk. En ik dacht, ik ga nu vloggen, want ja, werk zit er nu op. Natuurlijk is het vloggen ook een beetje werk, maar is leuk om te doen. Ik heb trouwens laatst, dat hebben jullie al kunnen zien in deze vlog, maar ik heb nieuwe nageltjes en dat heb ik gefilmd. Dus dat wil ik heel even snel invoegen. Ik ben weer naar Salon Manon gegaan en ik kreeg de laatste tijd heel vaak video's van cat eye effect nagels op TikTok. En ik dacht, hoe freaking vet is dat? Want dat heeft dus werkt met een magneet en zo. En dan komen die glitters op een hele bijzondere cat eye-achtige manier. Het doet me haast denken aan een soort natuursteen, edelsteen, weet je wel. Als het labradoriet. Dat is het. Als je dan die flash hebt, weet je wel. Daar doet het mij aan denken. En ik had gevraagd of Manon dat kon. Kon ze. Dus dat heb ik gefilmd voor jullie. But baby, never did I think I could feel this way. Now I'm missing you every night and day. Can I see you again? Can I see you again? 'Cause I'd do anything just to see your face. When you're not around, it don't feel the same. Can I see you again? Can I see... Nou, dat was dan wat ik daar had gefilmd. Maar dit is dan het effect. Ja, het is heel vervelend licht op dit moment om het aan jullie te laten zien. Maar ik denk dat je het wel ook beter al in de andere beelden hebt gezien. Het is echt een heel sterk effect. Maar op dit moment is er al heel weinig licht hier zo. Maar het is zo cool. Ik ben de hele tijd echt net zo kat. Ik zit de hele tijd naar mijn nagels te kijken. Zo Het werkt op mij heel erg goed. Het heeft ook meer kleurtjes. Dus ja, ik ben er helemaal happy mee. En sowieso is roze mijn favoriete kleur. Dus hier ben ik heel blij mee. En ik had ook met haar direct daarna de rest van de afspraken ingepland voor de komende tijd. En toen kwam ik erachter, jongens. Af en toe dan denk ik echt van, oh my god. Dan begin ik te tellen hoe snel we al gaan trouwen. En het is zo dichtbij. Want ik heb nu met haar ingepland. Ik had al de afspraak gepland de dag voordat we gaan trouwen bij Manon voor mijn trouwnagels. We gingen de rest inplannen tot en met. En toen was ik echt van, oh, dat is echt nog heel weinig afspraken. Dus de komende tijd gaan wij... In elk geval 1 keer wil ik gewoon een afspraak doen met 10 verschillende nagels. Want ik had Babyboom geprobeerd voor de trouwnagels. Dat is dit effect. Het was super, super mooi. Ik vond het prachtig, maar het was niet... Ik, als dat logisch klinkt. Ik wil niet te heftige nagels. Want ik wil meer dat de aandacht naar mij en mijn jurk en zo zal gaan. Dan naar mijn nagels. Maar ik wil wel iets. Maar ik weet nog niet wat. Dus ik had het idee van, mij boeit het niet als ik eventjes met gekke nagels rondloop. Om letterlijk op elke nagel iets anders te doen. Dus bijvoorbeeld babyboom met glitter. Babyboom met chroom. Gewoon andere ontwerpen en zo. Ik moet nog allemaal googlen wat me leuk lijkt. En dat ik dat dan gewoon
allemaal op verschillende vingers. En dan kan ik het ook makkelijk vergelijken met mijn favorieten, zeg maar. Dat is het plan. Dus als je in komende video's denkt, Noël, wat zijn je nagels? We zijn dus bezig met nagels dan uitproberen. Verder ook op Insta had ik jullie gevraagd of één van jullie een kortingscode wist voor Skims. En daar kwam zo'n verwarring door. Want ik kreeg mega veel DM's voor Skimmies. En dat is een, volgens mij gewoon een namaakmerk. Gewoon die een naam heeft bedacht, weet je wel, die er heel erg op lijkt. Maar het ging mij echt om Skims. Helaas geen kortingscode gevonden. Ik dacht op een gegeven moment dat ik een hele goede had. En echt letterlijk was het de helft van de prijs. Maar zodra ik zeg maar naar verzending ging en dat je Nederland invulde, dan ging die er vanaf. Dat was echt zo jammer. Maar ja, ik heb echt oprecht uren gespendeerd. Kortingscodes gezocht. Jullie stuurden mij heel veel kortingscodes van Skimmies. Super bedankt alsnog dat jullie meedachten. Maar ik heb ze nu besteld. Ik heb ze ook al binnen. Ik wilde echt Skims. Want dat is hetgene waar ik in vertrouwde. Want ik heb meer corrigerende ondergoed. En ik was eigenlijk aan het testen welke vind ik de beste. En toen had ik dus van Skims eigenlijk een goedkoopste. De goedkoopste, zijn ze nog niet goedkoop. Corrigerend ondergoed besteld variant. Maar die wilde ik niet. Maar dan kon ik zeg maar kijken wat zijn de maten en hoe past het. En jongens, ik heb oprecht nog nooit. Dit is niet gesponsord. Dit is gewoon met mijn eigen geld gekocht. Maar ik heb niks vergelijkbaars. Als je het eruit pakt, ik kan het wel even laten zien. Van als je het uit de verpakking haalt, het lijkt gewoon alsof dit bedoeld is voor een kind. Zeg maar, dit gedeelte moet je bovenbeen in. Hoe heftig is dat? De eerste keer dat ik het eruit haalde, dacht ik echt, hoe ga ik hierin passen? Dit is zeg maar hoe klein het eruit ziet als je het eruit pakt. Maar echt waar, het is even struggelen om erin te komen. Maar als je erin bent, op een of andere manier is het dan niet dat je niet kan ademen of zo. Omdat je denkt van dit is zo klein, dit is zo strak. Maar daadwerkelijk wanneer je zelf erin hebt gekregen, ben je helemaal comfortabel. Maar het corrigeert zo goed. Dus nadat ik dat had geprobeerd, toen was ik zo van ja, ik wil heel graag Skims voor het trouwen. Nu heb ik twee opties besteld. Ik dacht dan kan ik het uitproberen welke van twee ik fijner vind. Maar daarnaast kan ik ze daarna ook gewoon gebruiken. Dus dat is niet erg. Als eerst heb ik dus deze. Die is tot onder je boe. En dan wat langer op de been. Dus deze zit boven de knie. Ze hebben ook een kortere variant. Maar ik dacht, dit vind ik fijner. Verder wat ik dus ook heel fijn vind aan Skims. Ze hebben dan hier een gedeelte. Het ziet er nu uit als een soort van kikkerbilletjes. Maar dat is dan, ja, ander materiaal. Dus daar kunnen je billen mooi in. Geloof het of niet, mijn billen passen hierin. Ik heb vaak met corrigerend ondergoed dat als het strak zit aan de bovenkant, dat ik met mijn billen er zeg maar niet in komt. Of dat als het goed zit bij de billen, dan komt mijn bovenlichaam niet in. En dat is dus het fijne aan Skims. Want Kim Kardashian heeft natuurlijk ook best wel billen en heupen. En ik heb een niet heel Nederlands figuur in dat opzicht. Ik heb kleinere borsten en ik heb hele erge billen en heupen. Dus voor mij is het top. Ik pas hierin, dus als je denkt van hier komen mijn billen nooit in. Echt waar, geloof me. Ik weet niet hoe, maar het past. Dus dit is de eerste variant. En trouwens, er zit hier zo dus ook van dat anti-slip. Ik moet wel zeggen, ik heb dat dus nog niet geprobeerd. En ik ben bang dat het naar beneden rolt. Dus ik heb ook deze optie besteld. En deze ga ik sowieso ook gewoon in mijn dagelijks leven gebruiken. Want dit leek me heel erg fijn. Alleen mijn zus had een heel goed punt bij deze. Waarom deze misschien niet fijn zal zijn voor het trouwen. Dat is namelijk deze. En deze is eigenlijk hetzelfde idee als wat ik net liet zien. Echt precies hetzelfde. Maar deze heeft bandjes. Dus dan kan die niet oprollen. En ik dacht, hoe fijn is dat? Maar het enige nadeel is dit onder je trouwjurk. Want ja, dan moet je die bandjes naar beneden doen. Om naar de wc te kunnen. Nu is het wel zo dat er zo'n gat in zit. Maar hij is niet heel groot. Dus ik weet niet hoe praktisch dit is. Heeft een van jullie hier ervaring mee? Als je met zoiets bent getrouwd dat ook ja, hier zit. Qua corrigerend ondergoed. Of dit gat daadwerkelijk werkt. Of hoe je hier doorheen plast. Want ik heb geen idee. Maar in elk geval, zoals ik al zei. Deze ga ik sowieso ook gewoon dragen onder jurkjes en zo. Als ik speciale gelegenheden heb. We hebben sowieso meerdere trouwerijen dit jaar van andere mensen ook. Dan wordt het sowieso gebruikt. Maar deze denk ik dat het dan wordt gewoon puur omdat het makkelijker is naar het toilet. Deze heeft trouwens ook wel een plas gehad. Als je hem niet helemaal naar beneden wilt doen. Want zoals ik zei, het is wel een gevecht om erin en uit te komen. Nu moet ik wel heel eerlijk zijn, ik plas niet heel erg veel. Dus dat is prettig voor mij, want dan hoef ik niet vaak erin en eruit. Maar ja, laat vooral weten of je met die plasgaten ervaring hebt. Of dat wat is, ja of nee. Of dat het een zooitje wordt. In elk geval, dat was Skims. Helaas geen kortingscode. Ze zijn duur. Maar naar mijn mening waard. En zoals ik al zei, het is niet alleen voor mijn trouwdag. Ik kan het ook daarna gebruiken. Dus ik heb ze in elk geval binnen. Dan verder vandaag ben ik dus lekker aan het editen. Ik heb een uploadschema gemaakt. Dus dat geeft ook even wat rust in mijn hoofd. Want zoals jullie weten gaan we binnenkort naar Disney. Waar ik super excited over ben. Heel onverwacht. Als je niet weet waar ik het over heb, ga vooral even de vorige vlog, was het, van Koningsdag kijken. Want daar vertel ik over
dat we dus naar Disney gaan. Maar dat betekent dus wel dat ik video's daarvoor moet ingepland hebben en klaar heb staan. Maar tot dusver gaat het heel erg goed, wat fijn is, omdat we dus gisteren ook weg zijn geweest. Ik ga morgen filmen, het is wel even de komende tijd wat knallen. Maar dan heb je ook wat en dan kan ik daarna even lekker 2 dagjes in Disney genieten. En verder ben ik de hele tijd Dexter aan het binge-watchen. Echt op dit moment helemaal, want ik zit nu bij seizoen 6. Aflevering 11 gelukkig al, want wanneer ik dit film is het dus 6 mei. En 16 mei komt Bridgerton met Penelope. Ik heb hier zoveel zin in, je wilt het niet weten. Dus voor die tijd wil ik Dexter afgezien hebben. Dus ik heb nog 10 dagen en daarvan gaan we er ook 2 weg. Ik moet even bingen. Nu scheelt het. Heel vaak ben ik thumbnails aan het maken en zo. En dan kan ik het kijken. Dus ik hoop dat wanneer deze vlog online komt, dat ik Dexter al heb afgezien. En dan ben ik hopelijk helemaal klaar voor Bridgerton. Ik wil eigenlijk ook nog die andere 2 voordat ik die kijk kijken. Maar ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Misschien is dat te veel van het goede. En trouwens, ook een dingetje. Hier zo. Kijk, ik heb hier zo mijn hele Blu-ray DVD collectie staan. Dit is een kastje van de IKEA. Echt meer dan chill. Heel erg blij mee. Maar het is niet genoeg. Want zoals je ziet, hier heb ik allemaal DVD's. En die liggen allemaal voor elkaar op elkaar in de lades. Daaronder zitten ook nog DVD Blu-rays. Ik heb gewoon best wel een verzameling. En ik hou ook van Blu-rays en DVD's verzamelen. Ook van nieuwe films die ik zie, die ik tof vind. Merendeel koop ik tweedehands. Soms ook van Boekenvoordeel. Die heeft altijd hele goede deals op nieuwe Blu-rays die uitkomen. Ja, allemaal zulke soort dingen. Maar nu hebben we deze muur. En Luc zei laatst tegen mij, waarom kopen we niet een grote kast daar voor DVD's en Blu-rays? En nu kan ik het niet uit mijn hoofd halen. Dat ik de hele tijd denk van, oh ja, want er staat inderdaad ook echt helemaal niks. En het past ook makkelijk, ook al lijkt het dat het niet zo kan. Er past echt makkelijk een kast tussen. Er zit best veel ruimte. Vanaf deze hoek kun je dat niet zien. Maar hier zo staat ook een yogamat en van alles nog wat. Dus ik ben al de hele tijd aan het zoeken naar een Blu-ray DVD kastje. Dus ik denk binnenkort een keer, als ik die heb besteld, dat ik dat dan samen met jullie ga bouwen in een vlog. Het hoeft ook niet mega duur te zijn, maar ik zat kijken. Bij de IKEA hadden ze niet het goede formaat, maar misschien wel bij Vida XL en zo. Dus ik ga even zoeken, maar hij komt er. Want ik kan het niet uit mijn hoofd halen. Dus Luc had een goed idee. Maar ja, ik ga nu dus even snel lunchen, want ik heb trek en ik moet ook altijd even goed eten voor het sporten, want anders dan hou ik het echt niet vol. Zeker niet, omdat de afgelopen tijd is het best wel warm. En waar ik naar de sportschool ga, dat is helemaal glas boven en het wordt echt een sauna. Als de zon maar tevoorschijn komt, wordt het daar super warm. Dus dan word ik heel snel duizelig en zo. Dus ik moet altijd wel even goed eten van tevoren. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ben ik straks bij jullie terug wanneer ik aan het sporten ben met mijn zus. Even lekker een rustig gedeelte. Maar dit is gewoon mijn normale leven, zeg maar. Gewoon werken en nu even lunchen. Dus ja, ik zie jullie zo in de sportschool. Nou, mijn zus appt me net dat ze totaal niet lekker is. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik had al gezien dat ze op de stories had gepost op Instagram dat ze niet zo lekker voelde. Dus ik voelde de kans aankomen. Maar we zijn al helemaal aangekleed. Ik ga niet naar de sportschool, maar we gaan een thuisworkout doen. Ik dacht dat is wel zo makkelijk. Want ik ben nu toch al klaar om te gaan sporten en helemaal aangekleed. En dan ben ik vandaag ook eerder klaar. Dus dat is fijn. Dus we gaan gewoon gelijk sporten. Dan ga ik het alsnog doen. Zoals ik al zei. Geen zin in. Maar we gaan het even lekker doen. En dit is gelijk ook even een aanrader voor jullie. Dat is namelijk deze video. Low Impact Cardio Workout. En hij focust niet meer. Voor beginners van Cardio Dance with Clau is het volgens mij. Maar deze video van haar in het specifiek vind ik super chill. Omdat het low impact cardio is. Betekent dat je niet hoeft te springen en zo. En omdat ik de laatste tijd een beetje weer last heb van mijn knie. Die heb ik een beetje geblesseerd met sporten een tijdje geleden. Dus die is nog niet helemaal de oude. Dus ik denk dat we even de low impact cardio gaan doen. En ook al zeggen ze low impact cardio, dan denk je dit is heel erg gemakkelijk. Nee, dit is zwaar. Echt waar. Dit is echt een workout. Dus deze kan ik aanraden. Hij duurt 25 minuutjes en dan ben je ook echt kapot. Dus ik ga even 25 minuten alles geven. Ik zal wel even timelapsen. Ik zie er altijd een beetje gek uit als ik dit doe. Dus wees gewaarschuwd. Maar dat doen we eigenlijk bijna allemaal, denk ik, als we een at-home workout doen.
Nou jongens, ik heb het gedaan. Lekker bezweet en knalrood hoofd. Maar was even lekker. En zoals ik al zei, het is echt een workout. Je denkt van, oh, het valt wel mee omdat je niet hoeft te springen en zo. Maar je wordt er goed warm van. Mijn hoogste dat mijn hartslag werd was 170. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk deze vlog beëindigen, editen. En dan laat ik mezelf altijd even uitzweten, want dat duurt altijd eventjes. En daarna ga ik even lekker douchen in een bad. Morgen een volle filmdag, dus ik ga de vlog hier zo beëindigen. Ik hoop dat jullie hem alsnog leuk vinden, ook al deden we niet heel erg veel. Ik heb altijd een beetje de neiging van als ik veel thuis vlog van niemand wil dit zien. Maar dan krijg ik altijd heel veel reacties van jullie van we vinden het juist leuk als je ook gewoon thuis en day-to-day live aan het filmen ben. Dus ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou weer in mijn volgende video. Doeg!